In 2016 ben ik met Stef Eckel en een heleboel andere artiesten ben ik met een muziekreis meegeweest naar Turkije. En Stef die houdt ook wel van een borreltje. En René houdt ook wel van een borreltje. Dus we kwamen 's nachts om 3 uur in de lobby van het hotel elkaar tegen. Ik had mijn gitaar bij me, want we hadden ook die avond opgetreden, allemaal afzonderlijk. Stef en ik hadden nog nooit met elkaar gewerkt, maar we kwamen in de lobby van het hotel elkaar tegen. En we hadden allebei net even iets te veel gedronken. En toen zaten er een paar jongens bij ons in groene badjassen. En die groene badjassen, daar stond achterop, het leven is als een frikandel. Je moet het zelf speciaal maken. Nou, dat vonden wij een leuke kreet. Dus we kregen het over tegeltjeswijsheden. En toen kreeg ik de kreet van, toen zei ik van, nou, ik weet er ook eentje. Een man zonder een buikje is als een flat zonder balkon. En toen moesten we ook allemaal heel hard lachen. En toen zei Stef in één keer, René, ik ken er nog één. Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. En ik bedenk me niks, ik pak mijn gitaar, ik zeg, liever te dik in de kist. En we kijken elkaar aan en we zeggen, dat is hem. Daar moeten we een liedje van maken. En zo hebben we het gedaan.